Hallo, in deze en in de volgende video's gaan we kijken naar het examen voor natuurkunde VWO 2022 tijdvak 1. We beginnen gewoon vooraan met de vrije vorm bij basketbal. Bij basketbal scoor je door de bal van bovenaf door een metalen ring te gooien waaraan een netje bevestigd is. Lens en Dion onderzoeken de beweging van de bal bij een vrije worp. Bij een vrije worp probeert de speler de bal door de ring te gooien terwijl hij achter de vrije worplijn staat. Zie figuur 1, nou je ziet dat gebeuren, hier is de vrije worplijn, hier is de speler en daar is de basket, zeg maar de ring. Met behulp van een videometing is de beweging van de bal na de worp geanalyseerd. Je kunt de beweging van de bal beschouwen als een combinatie van een horizontale beweging in de x-richting en een verticale beweging in de y-richting. De videometing levert het xt-diagram op en het yt-diagram van de beweging van het middenpunt van de bal. Zie figuren 3a en 3b, dat zijn deze twee natuurlijk. Dus dit is de tijdas horizontaal, dit is hoeveel meter die afgeeft gelegd horizontaal en dit is hoeveel meter die afgelegd heeft verticaal. Oké, hierin is x de horizontale afstand vanaf de vrije worplijn en y de hoogte boven de grond. Op deze 0 verlaat de bal de hand van de speler. De grootheid snelheid is een vectorgrootheid, net als de grootheid kracht. Je kunt daarom de grootte van de snelheid op dezelfde manier uit de componenten berekenen uit de kracht. Dus dat betekent dus dat als je de kracht moet gaan berekenen, dan moet je natuurlijk bij 1 dat je dat de verticale snelheid en de horizontale snelheid apart moet bepalen en dan met de stelling van Pythagoras moet combineren. Nou, figuur 3a en 3b staan vergroot op de uitwerkbijlage. Bepaal met behulp van de uitwerkbijlage de grootte van de snelheid op het moment dat de bal de hand van de speler verlaat. En uiteindelijk moet je dat in twee significante cijfers gaan doen. Nou, eerst maar eens even kijken naar de grafiek. Eerst maar de horizontale snelheid. Nou, je kan zien dat de x-waarde begint hier bij ongeveer 0,4 en die eindigt hier iets bij 4,5, 4,6. En dat is in 1,2 seconden. En dat is het is een rechte lijn, dus dat is constante snelheid. Dat is niet zo moeilijk. Hier gebeurt dat 4,55 min 0,35. Dat is dus, dat zijn 4,55 en 0,35 en dat in 1,2 seconden. Nou, dan krijg je dus hier heb je 3,5 meter per seconde voor de horizontale snelheid. Nou, verticale snelheid is iets moeilijker, want je ziet, dit is geen rechte lijn. Dus je moet de snelheid bepalen op het moment t is 0. Als de bal dus de hand van de speler verlaat, dan moet je dus een raaklijn tekenen aan de grafiek. Dat heb ik hier gedaan met rood. En je ziet die loopt tot 5,0 en begint op 2,3. En de verticale afstand is 5,0 min 2,3, dat is 2,7. En dat doet hij in ongeveer 0,4 seconden, zoals je kan zien. Hier staat het exact. 5,0 min 2,3 gedeeld door 0,41 seconden raaklijnmethode. 6,6 meter per seconde in het kwadraat. Nou, dan moet je die twee dan combineren met de hulp van de stelling van Pythagoras. Dus de totale snelheid is dan de horizontale snelheid in het kwadraat plus de verticale snelheid in het kwadraat. En die som die bepaal je en daar haal je de wortel uit. Nou, hier is dat gebeurd. We hadden al gezien de horizontale snelheid is 3,5 meter per seconde en de verticale 6,6. Die redateer je allebei en die tel je op. Nou, dat wordt luid. En dan blijkt het dus 7,5 meter per seconde te zijn. Goed. In figuur 4 zijn de foto's te zien van een andere vrije worp. Hier heb je dat. Op de linkerfoto is het begin van de worp te zien waarbij de speler extra spierkracht begint uit te oefenen op de bal om hem snelheid te geven. Op de rechterfoto is het einde van de worp te zien waarbij de bal net is losgekomen van de hand van de speler. Bij deze vrije worp verlaat de bal de hand met een set van 7,1 meter per seconde. En die figuur is vergroot uitgegeven op de uitwerkbijlage zoals je kan zien. Voer dan de volgende opdrachten uit bij 2. Bepaal met behulp van de foto's uit de uitwerkbijlage en figuur 2 de verplaatsing van de bal tijdens de worp. Noteer je antwoord in twee significante cijfers. En bereken het gemiddelde van de resulterende kracht op de bal tijdens de worp. Nou, moet je wel weten hoe groot dat die bal is natuurlijk. En die staat hier gelukkig gegeven. 24 centimeter. Als ik nou op deze bal op papier uitdraai, de bijlage, dan vind ik dat dit 13 centimeter is. Maar in werkelijkheid is het 24 centimeter. En ik zie dat hier 15 centimeter wordt afgelegd. En dan kan ik uitrekenen wat dat dan in het echt is.
Ja, want ik heb hier 24 en 13 en hier heb ik 15, dus dan kan ik dat allemaal omrekenen. Nou, je ziet dat het hier gebeurt. De diameter van de bal is 24 centimeter. In de tekening is dat 13 centimeter, vandaar 24. En de afgelegde afstand tussen de twee lijnen, hier nogmaals deze, is 15 centimeter. Nou, dan vind ik, dan kan ik dus de afgelegde weg in de werkelijkheid uitrekenen. Dat is 15 gedeeld door 13, maal die 0,24. En dat blijkt dus 0,28 meter te zijn. Daarmee heb ik het eerste streepje gedaan. Dan even kijken of dat tweede streepje ook weer. Bepaal de gemiddelde van de resulterende kracht op de bal tijdens de worp. Ja. Nou, hoe kun je dat doen? Je moet op een of andere manier de kracht zien te vinden. En dat kun je alleen maar doen met behulp van energieberekeningen. Want je levert natuurlijk arbeid om die kracht uit te oefenen. En arbeid is kracht maal afstand. En wat gebeurt er dan met die arbeid die je levert? Die wordt omgezet in kinetische energie, dus die bal krijgt snelheid. Nou, je ziet dus dat W, dat is de arbeid, dat is wat je erin stopt aan kracht maal afstand, wordt omgezet in kinetische energie en dat is half een V². Nou, als je dat dan gaat uitschrijven, is het dus de kracht maal de afstand is half een V². Ja, en uiteindelijk het enige wat je daar niet weet is die kracht, want S, dat is, die hebben we al bepaald, die is 0,28 meter, die hebben we net bepaald. De massa van de bal, die is ook bekend. Die staat hier gewoon 600 gram, dus 0,600 kilogram. En de eindsnelheid die was gegeven als 7,1 meter per seconde. Dus dat vul je dan allemaal in. En dan hou je dus over de kracht is half een V² gedeeld door S. Nou, en hier zie je dan de getallen. Een half is delen door 2, dus vandaar dat die 2 hier onder de breukstuk staat. Dit is de massa, dit is de snelheid in het kwadraat. En dit is de afgelegde weg die we net hadden uitgerekend. En dan blijkt dus dat de kracht 55 newton is. Oké. Beide streepjes gehad. Altijd wel belangrijk bij deze opgave dat je altijd even kijkt of je helemaal klaar bent. Want bij meerdere opdrachten moet je natuurlijk opletten dat je denkt van, oh, ik heb de opdracht gedaan. Oh, er was nog een streepje. Ja, als je dat vergeet, dan kost je dat natuurlijk punt. Maar we hebben ze allebei gedaan, dus het is klaar. Nou, om een beter inzicht te krijgen in de beweging van de bal na de worp, ontwerpen Rens en Dion een vreemdvoudig model. Dit model gegeven is weergegeven in figuur 5, dat is hieronder. Ook hier is T is 0 op het moment dat de bal de hand van de speler verlaat. Nou, hier zie ik allerlei formules. Dat zijn natuurlijk bewegingsformules. En startwaardes. Ja, oké. Okay. Dan gaan we eens even kijken van wat wordt er nu gevraagd. Rens en Dion laten de computer het model een aantal keren doorrekenen. Rens kiest hier een aantal keren van een andere startwaarde voor Vx zonder die van Vi te veranderen. Vervolgens zet hij de waarde van Vx terug naar de oorspronkelijke startwaarde en daarna varieert hij de startwaarde van Vi. Dus eerst wordt de horizontale snelheid veranderd en de verticale snelheid is constant en daarna andersom. De resultaten van de 5 berekeningen zijn weergegeven in figuur 6. Dat zijn deze. Ik zie hier 5 varianten, A tot en met E. In het model is ingebouwd dat de berekeningen stoppen als het aan 2 voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden in de instelling van het programma ingevoerd. Geeft de 2 voorwaarden, zodat het model stopt als figuur 6 is weergegeven. Nou, daar moet je best wel even over nadenken. Want wat is hier nu eigenlijk aan de hand? Je gaat dus een bal gooien. En wanneer stopt, die bal wordt gevolgd door het model. En wanneer stopt dat? Ja, als de bal in de basket komt. Dus als je, zeg maar, het doel raakt. Nou, en wanneer is dat? Dat is dus als je op de juiste plaats terechtkomt. En dat is op een hoogte van 3,05 meter, zoals hier staat. Hè? Dus als je lager dan dat bent, dan is het goed. Dan ben je dus door de basket heen gegaan, zeg maar. En dat betekent dus dat de snelheid, dat de bal moet op dat moment natuurlijk wel dalend zijn. He, want de bal komt van boven en daarna daalt hij door de basket heen. Dus vandaar, de plaats moet verticaal kleiner zijn dan 3,05. Dat betekent dus dat hij in de basket zit. En de snelheid moet negatief zijn, dat betekent dus dat hij daalt. Nou, hier zie je nog dat bij de eerste scorepunten 3 en 3,1 ook goed worden gerekend zoals je ziet. Ja.
Goed, bij resultaat C wordt er gescoord. Dus die C, dat is, dan doe je het goed. Leg uit hoe dat blijkt in figuur 6 met in combinatie van figuur 4. Nou, je kan hier aflezen dat de bal op 4,6 meter zit, horizontaal, en verticaal op 3,05 meter. En als je eerder had gekeken, helemaal in het begin bij figuur 4, dat is precies de plaats waar de ring van de basket zit. Zie je wel, de hoofdring is 3,05 meter. En het midden van de ring is 4,6 meter horizontaal ten opzichte van waar je begon. Dus 3,05 verticaal, 4,6 horizontaal. Nou, dat is precies dit punt. Ja, waar ik nu zit met mijn cursor. Bij C. Dus dat blijkt goed te zijn. De verschillende resultaten in figuur 6 zijn het gevolg van variaties in de startwaarde van Vx door Rens. Of in variaties van de startwaarde van Vi. Dus dat kan A tot en met AB. D en E worden dus veroorzaakt doordat je de horizontale snelheid verandert of de verticale snelheid verandert. Dan moet je natuurlijk bij elkaar zoeken wat bij wat hoort. Geven de tabel de uitwerkingsbijlage voor de resultaten A, B, D en E. Of de verschuiving ten opzichte van de resultaten zijn gevolg is van de variatie in de startwaarde van Vx, dus de horizontale snelheid. Of een variatie in de startwaarde van Vi, dus de verticale snelheid. Nou, als je gaat kijken naar C, dan zie ik dat B en D, dat die precies even hoog komen als C. En dat betekent dus dat een origineel hun startwaarde in de verticale richting gelijk moet zijn geweest. Waarom komen ze dan toch op een andere plaats uit? Ja, dat moet dan in de verticale, of sorry, in de horizontale snelheid hebben gezeten. Ja, dus nogmaals, B en D komen even hoog als C. Dus is een verticale snelheid, een VI is gelijk, toch komen ze op een verschillende plaats uit, dat moet dan in de horizontale snelheid hebben gezeten. En met A en E is het precies andersom. Je kan duidelijk zien dat uit ten opzichte van B, C en D, dat A lager, niet zo hoog komt als zij. En dat betekent dus dat hij een lagere verticale snelheid zal hebben gehad. En voor E is het juist precies andersom, die komt hoger dan B, C en D. Dus die moet een grotere verticale snelheid hebben gehad. Ja, dus A en E hebben een andere verticale snelheid, omdat ze hoger of lager komen dan B, C en D. En B en D hebben een andere verticale, eenzelfde verticale snelheid als C, omdat die even hoog komen, maar B komt minder ver, dus heeft hij een lagere horizontale snelheid gehad. En D komt verder, dus heeft hij een hogere horizontale snelheid gehad. En zo kom je tot deze tabel. Goed, in het volgende filmpje gaan we verder met QLED TV.